Jan de Bas. Beginnen we even met een aforisme. Getal onder de 14, 13 en 12 mogen niet meer. Nou ja, als je dat per se wel wil. De meneer met de hoed. Nummer 7. 7. Hele goede keus. Aforisme nummer 7. Op een doodlopend pad kom je vaak mensen tegen die aan het begin staan van een lange liefdesweg. Ja. Het gedicht Testcase staat op je blaadje als je dat nog ergens hebt. Geschreven naar aanleiding van het wandelen door een straat. Ik liep de Statenweg waar ik woon zo uit en dan ging ik de Van Vlootswijkstraat in. Allemaal gebeurt in Blijdorp, hè. Wat in de gaten. En daar zit dan een meneer, 83, die zit er een beetje zo voor zich uit te kijken, televisietje aan. En een paar weken later loop ik eens weer toevallig door die straat, zit die man weer. Is die man nou alleen of niet? Nee, er zit achterin. Oh ja, gelukkig. Er zit in ieder geval een vrouw achterin. Kijk, die weet naar die vrouw. En toen ontstond dit gedicht. Testcase. Opa bewoog zijn voet een beetje heen en weer. Een test of alles het nog deed. Hij knikte, geslaagd. Oma keek van de andere kant van de kamer. Ze zag haar man bewegen met zijn voet. Maakte zich zorgen om de dag van morgen. Hij had haar zien kijken en was gestopt. Omdat alles het nog deed. Haar ogen, haar aandacht, haar zwijgen. En haar zwijgen komt geluid. Ik ga zingen het titelgedicht uit deze bundel die onlangs verschenen is. Een kinderdichtbundel. Dat heeft een beetje met mijn werk te maken. Ik werk op een pabo. En dan kom je op stagebezoek en af en toe geef ik ook nog les aan kinderen, want ik ben vroeger ook schoolmeester geweest. En kinderen zijn een bron van inspiratie, ik heb ook zelf kinderen. En dit bundeltje is verluchtigd door kinderen van scholen in Dordrecht. Die hebben allemaal bijgedichten tekeningen gemaakt. Ik ga zingen, liefdesfietsen. Hij houdt van fietsen en van ijsjes. Hij likt ze liever dan de meisjes. Die vragen of hij mee wil rijden. Hij houdt van fietsen, niet van meiden. Hij houdt van fietsen en van ijsjes. Hij likt ze liever dan de meisjes. Die vragen of hij mee wil rijden. Hij houdt van fietsen, niet van meiden. O, liefdesfietsen. Het wordt weer tijd om fijn te nietsen. Maar liever dan dat stomme nietsen. Ging hij weer lekker liefdesfietsen. Hij houdt van fietsen en van ijsjes. Je mag meezingen. Hij likt ze liever dan de meisjes. Die vragen of hij mee wil rijden. Hij houdt van fietsen, niet van meiden. O, liefdesfietsen. Er wordt weer tijd om fijn te nietsen. Maar liever dan dat stomme nietsen. Ging hij weer lekker liefdesfietsen. Uit Mooi Weerbericht, het laatste gedichtje van het blaadje, het onderste gedichtje, met een motto ontleend aan U2, daar ben ik nogal een fan van, ook J.J. Cale overigens draai ik regelmatig. Maar U2 toch ook zeker naar wel meer, denk ik. Mysterious Ways, dat is de titel van het gedicht. Lift My Days and Light Up My Nights, dat staat op de CD Achtung Bebe. De grote ommekeer in het oeuvre van U2. Ik heb een keer een reportage gezien en U2 zat inderdaad na Joshua Tree op een dood spoor. Zijn toen in retraite gegaan, jaren in Berlijn in een studio. En daar kwam toen Achtung Bebe uit en dan zie je zo'n trabantje rijden met het nummer 1 onder ogen, dat ook een cd. Nou, prachtig allemaal. En elke keer, ik bedoel dat is al vanaf 1991 die cd, komt die cd weer terug in mijn leven. En op een gegeven moment ontstond het gedicht Mysterious Ways. Ze houdt van lange, zwarte rokken om zo het geheim van haar benen te verbergen. Noem het gereformeerd, het idee is niet verkeerd.
Een beetje spanning in het leven houdt de boel in beweging. Als ze loopt, is dat zeker het geval. Wat zou Wittgenstein hiervan vinden? Waarover je niet kunt spreken, daarover moet je zwijgen als een kerkganger. En ik zie, zonder één woord te zeggen, hoe ze de trap op en afloopt. Waar ze daarna blijft, is gissen. Liefde is een ander woord voor missen. Ik ga een laatste gedicht voorlezen. Ik wijs nog even op mijn boeken, maar er liggen ook flyers. Want Wittgenstein kwam langs. Ludwig van Wittgenstein is een Oostenrijkse filosoof, bekend om zijn taalfilosofie. Ik wil zeggen, dat is allemaal leuk en aardig, wat heb ik ermee te maken, maar dat is even een bruggetje naar de filosofiegroep Rotterdam. Ik heb een cursusbureau opgezet 8 jaar geleden en ik geef aan huis cursussen. Die worden gevolgd door gemiddeld 5 à 10 mensen. Ik heb ongeveer 15 cursussen per jaar en ik geef ze zelf, maar de andere helft wordt gegeven door gastdocenten. Ik ben overigens zelf cultuurhistoricus, dus niet echt filosoof, maar ik weet er wel een beetje wat vanaf. Een bruggetje. Daar moesten mijn vader en moeder onderdoor met de roeiboot. Want die gingen samen graag varen. Mijn vader hield ook al van vissen. Mijn vader overleed vorig jaar, 90 jaar geworden. Mijn moeder is inmiddels 92. En dan gingen ze lekker samen dingen doen op het water. En dat was vissen. Maar ze konden ook zomaar uren niets doen. Of als mijn vader op een gegeven moment... Dat vertelde hij een keer. Ik zat een keer op het water. Ze gingen bij Hazerswoude dorp. Het rietveld heb je daar. Daar gingen ze dan vissen of varen. Mijn vader zei, dan kwam het kind in mij naar boven. En dan had ik zin om eens wild met mijn hengel om me heen te slaan en te doen en te gillen. Nou, dan zei mijn moeder, joh Kees, doe dat. Nou, dan deed hij dat. Dan had hij dat weer gedaan. Dan kwam natuurlijk net een bootje voorbij. Dan hadden die mensen kijken van, die man is gek. Maar die man had er zin in. En zo waren die mensen erg gelukkig samen. Want dat is wel het beeld wat ik van mijn ouders heb. Ze hebben het ook bij elkaar meer dan 66 jaar uitgehouden. Het gedicht is een beetje een ode aan mijn ouders. Het heet Liefdesgedicht in het Nederlands. Dit is een liefdesgedicht in het Nederlands. En het gaat over koeien en weilanden. De wind over de sloot. De tegenwind over de sloot. De tegenwind over de roeiboot. De molen in de verte met de lachende molenaar. Want het waait van geluk over de boot waarin zij zitten. Waarin zij roeien met de riemen die ze hebben. Tussen de blanke weiden die op hen wachten. Als een bed op twee geliefden. Als een kus die tussen twee monden ontstaat. Een zoete zon aan een oude, koude hemel. Een zachte zon boven een verkoude, tochtige polder. Met een slootje, met daarop een huwelijksbootje. Waarin twee geliefden die elkaar zoenen. Als twee goede koeien in de weide, in een liefdesgedicht, in het Nederlands.